Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent. Welkom bij een nieuwe uitzending van Aan tafel met Leendert. Zometeen hebben we met Reinhard Wonen over een nieuwe project bij de Elisabethhof. Maar eerst over onze oud-premier Dries van Agt. Dries van Agt heeft namelijk gezegd dat over 10 jaar het CDA wel eens niet meer zou kunnen bestaan. Daarover heb ik het met Julius Sterpstra, voorzitter van de jongerenorganisatie van het CDA. En duo-raadslid voor het CDA in Leiden. Klopt. En Peter Bootsma, biograaf van Van Agt en raadslid voor D66 in Leiden. Ik begin bij jou, Peter. Dit moet als D66er... als muziek in de oren geklonken hebben. Het CDA over 10 jaar er niet meer bij. Nou, ik dacht eerlijk gezegd meteen van... ah, daar hebben we meneer Van Agt weer eens een keer, want zo kennen we hem. Inderdaad, hij is nooit te beroerd voor een impulsieve uitspraak. Ook niet in een interview wat dan voor 3/4 natuurlijk weer gaat over de Palestijnse kwestie. En dan zegt hij op de laatste pagina van het interview nog even een paar dingen over het CDA. Dus zo kennen we de man al, wat is het, zeker een jaar of 40. Ja, en het was in jullie jeugdblad. Ja, klopt. Althans het jeugdblad van de Jonge Democraten, die natuurlijk officieel onafhankelijk zijn van D66. Ja, maar ze waren niet te beroerd om nog een aanmeldingsformulier voor D66 aan Van Agt mee te geven. Nee. Dat, nee, nou ja, hij was ook zo vriendelijk tegen ze, dus dat zou ik misschien ook wel gedaan hebben. Maar ik vond de reactie van Sjoerd Sjoerdsma, die erbij stond in het interview, wel mooi. Zo van, nou, hij is natuurlijk van harte welkom als lid van D66. Maar volgens mij heeft het CDA hem harder nodig. Nou, dat is toch weer een prachtig statement van onze buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer, is dat. Ja, precies. En dan komen we bij Julius Sterpstra aan van het CDA, de toekomst van het CDA. Ja, ja, de vraag is of dat er nog is. Ja, 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 de vraag is of ik nog überhaupt toekomst heb. Nou, dan maak ik me niet zo zorgen hoor. Wees niet bang. Ik sluit me aan bij Peter. Ik las het verhaal en wij zeggen dan wel eens gekscherend binnen het CDA, de jongerenclub van het CDA. Daar heb je Dolle Dries weer. Met alle respect natuurlijk, want het is wel een gerespecteerd oud-premier. Het was een fikse uithaal. Ik denk dat je wel moet kijken naar het verhaal wat erachter zit. En ja, daar verschillen we gewoon denk ik van mening. Ik denk juist dat het CDA en de christendemocratie volop toekomst heeft. En daar maak ik me geen zorgen over. Wees niet bang. Toen ik dat interview las, toen vroeg ik me wel af. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet plaatsen. Misschien Peter dat jij dat beter kan plaatsen. Hij roept nogal wat. Natuurlijk wel serieus over de Israël-Palestina kwestie. Mm-hmm. Maar hij roept onder andere dat er een soort elite-democratie ingevoerd... Nou ja, hoe ver dat dan nog democratisch is. Maar de elite zouden wat meer voor het zeggen moeten hebben in de politiek. We gaan misschien naar een Amerikaans systeem toe. En daarbij roept hij dan ook het CDA bestaat misschien over 10 jaar niet meer. Hoe serieus moeten we dit nemen? Is dit een man die schreeuwt om aandacht? Nou, dat geloof ik niet, want aandacht heeft hij echt wel genoeg gehad in zijn leven. Daar zit hij niet per se op te wachten, denk ik. Maar hij signaleert een aantal trends die je op zich wel inderdaad kunt zien in de Nederlandse politiek. Hij heeft daar zelf een mening over. En ja, of dat CDA dan nog over 10 jaar bestaat. Kijk, je kunt kijken naar hoeveel zetels ze in de Tweede Kamer hebben. Nou, in de tijd dat Van Agt het CDA leidde, zaten ze zo rond een derde van alle zetels. Zo rond de 45, 50 zetels heeft hij 3 keer binnengehaald voor zijn partij. Eind jaren 70, begin jaren 80. Ja, nu hebben ze er 13. Dat is ongeveer evenveel als de ARP altijd gehaald heeft sinds de oorlog. Dat is een van de 3 partijen waar het CDA uit voortkwam. Het gereformeerde deel en dan nog niet eens het grootste deel van het CDA. Weet je wat het is? Ik heb al, ik studeer geschiedenis en als ik de verhalen lees, en dat zal Peter ook wel weten, hoe vaak het CDA of de christendemocratie al wel niet doodverklaard is. Hè? Na Paars zeiden ze nou dat CDA is weg en na Lubbers zeiden ze het CDA is weg. Het CDA is altijd weg en het CDA komt altijd terug. Dus... Ik geloof daar niet zo in. Ik denk juist dat er ontzettend veel veerkracht in de partij zit. Ook Peter's eigen partij, D66, 10 jaar geleden, waren ze geloof ik, stonden ze op 0 zetels in de peiling. Nou, moet je kijken hoe het nu gaat. Het is gewoon politieke conjectuur. Dus we moeten daar denk ik niet te snel conclusies uit trekken. Ja, maar toch, want D66 is een partij waar geen grote religie achter zit. Van Agt noemt heel terecht dat de secularisatie van de samenleving steeds verder gaat. Mm-hmm. En in dat licht kan je je afvragen, als dat doorzet, in hoeverre de christendemocratie nog bestaansrecht heeft. Kijk naar Duitsland. Hè. Als je ziet naar Duitsland, haalt Van Agt in zijn interview ook aan. Dan zegt hij het CDU van Angela Merkel, die gaan als een tierenlier, die zijn ontzettend groot. En daar zou het CDA een voorbeeld aan moeten nemen. Nou kun je denk ik de politieke situaties in Duitsland en Nederland niet echt goed met elkaar vergelijken. Maar het is inderdaad zo... Het echte christendom in Nederland, de secularisatie, neemt toe.
Maar goed, het CDA is een partij gebaseerd op christelijke waarden en normen. En staat vervolgens open voor iedereen. Dus als jij of moslim bent of je bent atheïst, maar je kan je wel vinden in bepaalde uitgangspunten, bepaalde punten waar het CDA voor staat, dan ben je meer dan welkom. Dus het is niet zo dat het een klein christelijke partij is, absoluut niet. Ik vond de vergelijking overigens om een aantal redenen ook niet opgaan. In Duitsland zijn sowieso eigenlijk echt maar een paar grote partijen door die kiesdrempel. Mm-hmm. En ze hebben daar bijvoorbeeld geen concurrentie van de kleine christelijke partijen die het CDA altijd nog wel heeft. Er is ook altijd een stroming in het CDA die daar een beetje naartoe trekt, hè, naar de ChristenUnie en mindere mate de SGP misschien. En ja, die vergelijking met Angela Merkel is natuurlijk leuk, want die doet het inderdaad heel goed sinds ze bondskanselier is. Maar er zal ook ooit een moment komen dat Angela Merkel ermee ophoudt. En ja, toen Kohl, de vorige CDU-bondskanselier in Duitsland, ermee ophield, had die partij toch ook even een flink dipje. Dus hoe dat weer gaat, als Angela Merkel er ooit mee ophoudt, dat mag Joost weten. Dus je kunt maar nu, wel nu wil ik wel van jou weten, Peter, maar roept van Dries van Acht hier maar wat? Of deel je zijn analyse wel? Nou, mag ik zeggen allebei? Want dat sluit elkaar Peter, niet, dat mag niet. Dat sluit elkaar niet uit, het sluit elkaar niet uit, volgens mij. Kijk, ook over dat de CDA er kwam. Dat was ook een ontwikkeling die 10 jaar voordat de CDA er was, althans voor het eerst aan de verkiezingen meedeed, had ook niemand dat voorzien. Zo eind jaren 60 waren er wel wat ontwikkelingen. En het ging ook zo slecht met die drie partijen waar het CDA uit voortgekomen is toen, dat ze wel moesten op een gegeven moment in 1977 voor het eerst aan de verkiezingen mee zijn gaan doen. Maar dat hadden tot vlak voor de oprichting van het CDA, hadden heel veel mensen nog helemaal niet gedacht dat het er überhaupt zou komen. Dus als de nood maar hoog genoeg is bij partijen, dan kan er op zich best veel. En ik vraag me af of die nood bij het CDA nu hoog genoeg is. Ze hebben 1 keer eerder een periode oppositie gevoerd, hè, tijdens de Paarse kabinetten. Mm-hmm. Toen hebben ze ook 5 leiders versleten in 8 jaar tijd. Nu zit Sybrand van Haarsma Bumeder en ik heb niet de indruk dat er elke dag aan zijn stoelpoten gezaagd wordt door mensen in het CDA. Dus op zich hebben niet ze door mij in ieder geval. Nee, op zich hebben ze volgens mij een stabiele leider in elk geval nu. Dat kon je tijdens de Paarse kabinetten niet altijd zeggen. Maar toch, jullie, het gaat niet zo goed. De peilingen staan nu op 15. Ik heb vandaag nog even opgezocht. Jullie hebben net 4 zetels gehouden in Leiden. Uh-huh. Maar je zit niet meer in het college. Dat klopt. In heel veel steden en op heel veel plaatsen in Nederland zijn jullie met de gemeenteraadsverkiezingen toch weer zetels verloren. Ja, maar Lene, daar wil ik wel tegenover zetten. Vergeet niet dat wij in de gemeenteraad in heel Nederland gewoon nog verreweg de grootste partij zijn. We hebben verreweg de meeste zetels in Nederland bij de gemeenteraadsverkiezingen gehaald. En tijdens de Europese verkiezingen zijn we ook weer de grootste geworden met 5 zetels. Dus het is maar net hoe je het bekijkt. Het is een dusdanig grote partij die inderdaad een paar jaar geleden in zwaar weer zat. Maar tegenwoordig, er zit zoveel veerkracht in die partij. En dat is, er zit ook ontzettend veel jonge mensen in de partij. Ik ben voorzitter dan van de jongerenclub en wij groeien ook. Ook al is het niet hard, maar we groeien wel. En er zit gewoon ontzettend veel energie. Dus dat betekent niet dat je geen kritische vraag mag stellen. En dat we intern discussie aan moeten van hoe gaan wij om met onze wat kleinere rol. Maar dat rechtvaardigt niet de vraag van of de opmerking van over 10 jaar bestaan wij niet meer. Dat is echt onzin. Dus, en dat weet ik hoef dit beter te zeggen, we hoeven Van Acht niet zo serieus dit punt te nemen. Nou ja, ik sluit me geloof ik aan bij de grote filosoof Aad van der Luit, die altijd zegt dat zijn kristallenbol helaas kapot gevallen is toen hij 3 was. Ja. Als je de opkomst van het ontstaan van het CDA 10 jaar geleden al niet kon verklaren, of niet kon voorspellen, dan het ophouden ervan al helemaal niet, lijkt me. Ja, hoe moeten we dit dan wel plaatsen? Probeert hij gewoon een speldenprikje uit te delen? Hij probeert juist mensen zoals jij, Julius, die nu de toekomst zijn. Mm-hmm. Probeert hij jullie een beetje scherp te krijgen? Dat denk ik. Ik ken hem goed genoeg. D66-leider en CDA-leider hebben ooit een paar jaar geleden een politiek café met Dries van Acht georganiseerd hier in het Koetshuis in Leiden. En ik mocht hem toen 's avonds terug naar Nijmegen brengen, waar hij woont. En hij is niks te bedoeld om gewoon als een olifant door de porseleinenkast heen te banjeren, om mensen maar een beetje wakker te schudden. En zo ken ik hem ook wel. En als je ziet wat het bijvoorbeeld in mijn eigen organisatie al een ophef opleeft en discussie, dan ben ik hem stiekem toch wel weer een beetje dankbaar. Ja, je moet de man ook een beetje kennen. Hè? Ik las in het interview ook dat hij het bijvoorbeeld heeft over dat hij eigenlijk het niet te laat wil maken, want hij moet terug naar zijn meisje. Hij moet terug naar zijn meisje. Hij moet terug naar zijn meisje. Nou, mevrouw Van Acht is ook al de 80 gepasseerd inmiddels. Ja, en als je die terminologie van die man niet kent, de jongens die het interview gedaan hebben, die reageren ook een beetje zo van wat is dit? Zou die vrouw van 60 jaar jong hebben, maar zo noemt hij haar nou eenmaal. Altijd al, ook tijdens een premierschap. En toen waren er ook mensen die zeiden, ja, dat is weer alleen maar om links tegen zich in het harnas te krijgen, dat hij het over zijn meisje heeft.
Maar dat geloof ik helemaal niet, want dan had hij dat ervoor en daarna niet hoeven doen. En dat blijft hij toch gewoon doen. Het is gewoon een hele leuke, impulsieve man die van zijn hart geen moordkuil heeft gemaakt. Nou, dat vind ik op zich te prijzen in een politiek leider. Want zeg maar van die bijgeschaafde mensen die mediatraining hebben, dat ze nooit iets willen zeggen waar wel eens gedoe over zou kunnen komen, die heb je al genoeg in de politiek. Ja. En zouden jullie wel eens willen dat hij iets vaker zijn mond dicht hield? Nee hoor, nee. Oh, nee hoor. Meneer Van Acht is een oud premier. Dat is een lid om trots op te zijn. Zelfs als hij dit soort dingen roept. En nogmaals, hij houdt de boel in ieder geval wel scherp. Dus laat maar roepen. Ik hoop dat hij 100 wordt en nog heel veel interviews geeft. Ja, mooi. Dus Van Acht kan blijven praten. En het CDA bestaat over 10 jaar waarschijnlijk nog wel. Twee keer zo groot. Julius, bedankt dat je hier was. Peter, ook bedankt dat je hier was. Reinhard Wonen is vorig jaar gestart met een ambitieus project. Het kocht het Astellas-pand in Leiden-Dorp op. Bijna 70 vierkante meter aan kantoorpanden en laboratoriaruimte worden nu omgebouwd tot zo'n 60 appartementen. Volgende week start de bouw. En bij mij is Hans Kool van Reinhard Wonen. Hans, welkom in de uitzending. Als eerste zou ik je toch willen vragen, waarom durven jullie dit aan? Want het is een heel groot en heel ambitieus project in een markt die toch heel gevoelig is op het moment. Ja, één is dat het ambitieus is, dat is absoluut waar. Dat zullen we niet ontkennen. Wat die markt betreft, het gaat hier om 100% sociale woningbouw. Mm-hmm. En als je dan naar de markt kijkt, de lokale woningmarkt en met name dus in de sociale sector, ja, dan zie je dat daar zo'n enorme vraag is naar sociale huurwoningen. En zeker ook in het segment dat we hier gaan realiseren, dat daar ligt het waagstuk niet. Maar als je zegt, ja, het is natuurlijk voor een corporatie een hele onderneming om dit te gaan doen, inderdaad. Maar waarom durven we het wel aan? Dat is een kwestie van heel lang nadenken en je zaakjes goed op orde hebben. En daar hebben we ook de afgelopen jaren, de voorafgaande jaren, hard aan gewerkt. Er is in corporatieland heel veel gebeurd. Vanuit de omgeving is er veel op ons afgekomen. Anderzijds, corporaties hebben zelf ook het een en ander gedaan. En dat was niet altijd even verstandig. En dat heeft ook de manier waarop de omgeving naar je kijkt ook weer beïnvloed. Moeten we misschien even als voorbeeld nemen de boot in Rotterdam? Neem de boot in Rotterdam en neem het Vestia-debakel. Dan zie je dat daar was een sfeer ontstaan en dat heeft allerlei oorzaken. Maar het kwam erop neer dat corporaties toch in een soort, of een deel van de corporaties althans, in een flow kwamen van wij gaan nieuwe terreinen ontginnen en wij hebben mogelijkheden en we gaan dingen ontwikkelen. En er werd ook wel op aangedrongen om een bepaalde rol te spelen, om een rol te vervullen ook in wijkontwikkeling en vernieuwingsprojecten. En dan kon een corporatie vaak ook als trekker van zo'n onderneming gelden. Dus het was een samenspel van een maatschappelijke manier van denken op dat moment. Maar het komt er in ieder geval op neer dat het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Dus daardoor zijn risico's genomen en daardoor zijn ook gewoon fouten gemaakt. Nou, al die dingen bij elkaar, dat is de beweging van de woningbouw, van de woningmarkt, van de corporatiewereld geweest. En Reinhard Wonen is in dat opzicht toch altijd wat voorzichtig geweest. Dus dat is één. Dus jullie hadden een spaarpotje? Wij hadden een nou, dat is erg ruim uitgedrukt. Er was geen spaarpot. Maar we hebben wel tijdig de bakens verzet. We hebben tijdig aangezien wat er ging gebeuren. Want nu zeggen we andere woningcoöperaties in Nederland, ofwel de kas is gewoon helemaal leeg, dus er kan eigenlijk niets meer gebouwd worden, of ze durven het niet aan. Klopt. En de kas is kennelijk niet bij jullie helemaal leeg. En jullie durven het wel aan. Nou, je hebt net uitgelegd waarom. Hoe komt het dat jullie dan toch nog die financiële ruimte hebben om een groot project als dit te starten? Die hebben we simpelweg gecreëerd door woningen uit ons bezit te gaan verkopen. Oké, en zo hebben jullie een buffer opgebouwd? Op die wijze hebben wij inderdaad middelen weer gegenereerd om een project als dit ook nu helemaal zelfstandig financieel te dragen. Ja, want wat jullie gaan doen, Elisabethhof 1 is het, dus het oude Astellas-pand. En daar gaan, nou laten we eerst even, hoe ziet het pand er nu uit? Want jullie moeten er nog gaan beginnen met verbouwen. Ja. Het is nu 7000 vierkante meter
kantooroppervlakte en laboratoriumruimte. Ja, precies. Ja, ja. Dat het kantoor en met name laboratoriumruimte is, nou, dat is heel goed te zien. Het gebouw staat en voor een gedeelte stond, want er zijn al wat sloopwerkzaamheden verricht. Voor een groot gedeelte vol met laboratoriumuitrusting. De kantoorzaken zijn er inmiddels wel uitgehaald, maar met name die laboratoriuminrichting drukt nog een heel duidelijk stempel op het gebouw, op het karakter van het gebouw. Maar kan je daar nou zomaar woningen van maken? Nee, dat gaat zeker niet zomaar. Nee, want daar wordt wel vaker over gesproken. Er staat heel veel kantoorruimte staat er leeg. Klopt. In de regio Leiden. Ja, absoluut. En dan roepen politici dan, zet daar studenten in, maak daar woningen van. En ja. Dan zeggen eigenaren van dat soort panden, nee, dat doen we liever niet. Want het is namelijk de panden zijn er simpelweg niet op gemaakt. En jullie gaan het toch doen. Dat is heel sterk afhankelijk van pand. En dit is een pand waar dat heel goed mogelijk is. Ja, en hoe gaat het eruit zien? 60 appartementen komen erin? In totaal 33 sociale appartementen in de sociale sector. 2 tot 3 kamerappartementen voor 1- en 2 persoonshuishoudens. Er komen 20 zogenaamde zorgwoningen die voor Gemiva zijn. Gemiva SVG groep. Mm-hmm. En er komt ook een groot dagactiviteitencentrum van Gemiva, ongeveer zo'n 450 vierkante meter ruimte. Ja, want is het ook want jullie het pand bij Elisabeth Hof 1, het oude Elisabeth ziekenhuis, wat ondertussen het Rijnland ziekenhuis is. Ja, ja. Jullie zitten daar in een soort van zorglocatie, zitten jullie daar. Ja. Is het ook bedoeld voor mensen die wat meer zorg nodig hebben, de appartementen? Die specifieke appartementen wel. Dat zijn de mensen die nu ook al begeleid wonen, die bijvoorbeeld in de Brunelkamp woonden, die inmiddels niet meer bestaat. In de woonvorm in Leiden-dorp. Dus mensen met een vaak bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel, dus die wel intensieve begeleiding nodig hebben, in meer of mindere mate wel hun eigen kamer kunnen hebben, hun eigen leefsituatie kunnen creëren, maar daar wel op allerlei manieren bij geholpen moeten worden. Dus die begeleiding nodig hebben. Maar het is toch op zichzelf staand iets. Dat is de activiteit van Gemiva. Mm-hmm. Maar het is niet de bedoeling dat dit een zorgcomplex wordt. Okay. Dit is een onderdeel. Gemiva wordt huurder dus van Reinhard Wonen. Als jong professional kan je ook. Het is ook zeker bedoeld voor starters. En dat zijn zowel de jongeren als de senioren. Jullie gaan volgende week van start. Juist. Hoe lang gaat deze dit hele bouwproject duren? Wanneer gaan de eerste bewoners erin? Ja, als alles loopt volgens de planning, dan kan dat nog voor eind 2015 zijn. Ja, dus nog een jaartje. Dus nog een jaartje, ja, want we gaan nu wel slopen. Maar dat betekent niet dat we direct kunnen bouwen. Het gebouw moet nu helemaal leeg zijn. Dat wil zeggen dat alle niet dragende muren, die moeten eruit. Dat is technisch nodig, zodat de aannemer zijn 3D-tekeningen kan maken. Ja. En in het model kan plaatsen wat hij al gemaakt heeft bij het ontwikkelen van het plan. Ja, dat is een proces, daar zijn een aantal maanden voor nodig. Dus dat betekent dat we met de eigenlijke ombouw ongeveer in februari, maart, begin maart van het komend jaar gaan beginnen. Hey, en wanneer gaan de eerste, of tenminste, ja, de wanneer die hadden we, maar wanneer kan je gaan inschrijven? Het zijn woningen in de sociale sector. Dat wil zeggen dat de verdeling loopt via het regionale woonruimteverdeelsysteem. Dat is woningnet. Dus mensen die ingeschreven staan, die komen dus in principe in aanmerking als ze hoog genoeg op de lijst staan. Maar het is wel vermeldenswaard dat er een voorkeursregeling aangevraagd zal worden voor dit project. Dat wil zeggen, inwoners van Leiden-dorp hebben dan voorrang bij de toewijzing. Oké, dus Leiden-dorpers gaan in ieder geval voor? Leiden-dorpers gaan voor. En krijgen jullie het vol? Oh, absoluut. Absoluut, dat wordt geen probleem. Om een aantal redenen. Oké, okay, nou, ja. Dan gaan we het zien over een jaartje als het okay, is. Ja, Hans Kool, dankjewel dat je hier was. Nou, graag gedaan. Bedankt. En dan wil ik alleen onze overige gasten nog even bedanken. Peter Bootsma en Julius Terpstra. U uiteraard bedankt voor het kijken. En dinsdag is er weer een cultuur aan tafel. Dus uiteraard, tot dinsdag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent.